In Mariahout heeft wethouder Johan Briels vrijdagavond de vrijwilligerspenning Laarbeek uitgereikt aan Hans Aerts. Dit gebeurde ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum van Aerts als vrijwilliger bij voetbalvereniging Mariahout. Al die jaren is Aerts actief als jeugdleider en jeugdtrainer en sinds 2005 ook als coördinator van de jeugd. En dit jaar vond onder andere Omroep Contact het leuk om er eens een keer bij te zijn. Nee, zonder gekheid. Welkom allemaal. Welkom op onze kaderavond. Speciaal woord van welkom aan al onze ereleden en al onze weduwes van de ereleden onder andere. Welkom. Dit jaar ook heeft VV Mariahout bedacht om de vrijwilligersavond te combineren met de sponsoravond. Dus ook alle sponsoren van harte welkom. En zojuist is hier gesignaleerd wethouder Briels. Nou. Ik ben hier voor iemand met wie ik lang met heel veel plezier gevoetbald heb. En dat is een toevallig, zijn meerdere zonen van jou waar ik mee gevoetbald heb. Maar in het toch speciaal is Hans Aerts, die is hier. Of waar is die? Hans Aerts. Ik jou hier zien, maar dat komt eigenlijk ook, dat is geen toevalligheid dat ik jou hier zie. En, want ik ben hier wel met een speciale reden, omdat de club, meer bepaald Jeroen, die heeft mij ook een bericht gestuurd. Die zei, God, ik heb er eigenlijk een idee, want die Hans Aerts, die mag ook wel eens een keer gezien worden. Ze zien me hier veel, maar die mag ook wel eens gewoon op een aparte manier gewaardeerd worden. En ik zeg, dat kan ik graag doen. Vrijdag de 13e. Ja. Ik ben al hier, want Hans, jij bent al 48 jaar lid van de club. 48 jaar, dat is godverdomme lang, toch? 48 jaar. Ja. En ik heb zitten denken, wij hebben volgens mij, toen was er nog de P1, nou weet dat onder nog wat, hè, maar wij waren toen P1 volgens mij. We waren P1. Wij hebben nog gevoetbald bij Piet Aartsa, volgens mij hebben we gevoetbald in het begin. Toen zijn wij naar... hoe was dat daar? Bij de Lucikamp, zal ik zeggen, Paalberg hebben we nog voetbald en toen gingen we naar de Heibunners. En bij de Paalberg hebben we nog onze beste jaren, volgens mij, bijvoorbeeld in de A-jubing, zei we toen. Nee, in de C. In de C was het? C-top. Oh, C-top, toen hadden wij een top. Ja. Sommigen waren top, allemaal alleen maar tegen. Jij was het echt goed. Ja! Al was ik niet bij, maar ik heb ze gedenken. Jij was het echt goed en de hand van een deur. Ja. Wij zaten nog, tenminste mensen kennen die hier. Ik zie daar Maai van de Rijn, die kent daar Jo van Eindhoven. Ja, die kent toch ook. Maar dat hebben we trouwens, laat me goed, maar in de junioren. Ik denk, we gaan vanavond, ik heb een denkoefening al gedaan. Met wie hebben we eigenlijk allemaal gevoetbald? We doen met Hans Aerts. Even wachten. Wij zijn met P1 werden we een keer uitgenodigd door PFV, door Mieske van den Heuvel. Moesten we tegen de P8 van PFV. En toen dachten we van, de P8 van PFV, ja, dat kan we wel winnen. Hé, 12-0 verloren. Ja, dat waren. Maar die hebben geskipt. En ik durf nog te zeggen, toen was Wim Hagelaars. Wim Hagelaars. Ja, wil ik nog even een keer iets zeggen. Van voetballen. Het was zo rustig en ze zei bij de strik van ja, rij achter mijn hem, want dan rijden we naar huis, rij maar achter mijn hem. En toen op een gegeven moment stond in de zus persoonstraat achter ze in de auto, want die waren gewoon naar huis gereden. En stond wel die achter mij zijn huis. Maar wij moesten naar een sportpark. Wij waren heel trouwe voetballers. Ja, wij volgden de leiders van tot thuis. Ja, goh, een geweldige tijd. Ja, inderdaad, dat doen we op een beurt. Maar goed. Ik zeg Wim Haarklaas. Oei, ja, dat is wel een ideale. Art Dekkers, zei ik dan, hè, want die waren bij Antje Dekkers toen. Arie van Bakel. Maar goed, C-top waren Wilke Vroegenweek nog wel stond. Willy Kuipers. Mark Lau. Volgens mij ben jij begonnen bij Lambertus Ziekenhuis toen, heet nou Elkeliek. Jij werkt volgens mij vanaf de A-verbeging tot op heden bij het ziekenhuis. Jij bent een heel trouw iemand. En dat is ook een groot goed, want dan weten mensen wat ze aan jou hebben. En dat is heel belangrijk. Je bent ook heel trouw aan deze voetbalclub. Dit is een mooie voetbalclub, die ik ook van binnenuit een beetje ken. Dus het is mooi om hier lid te zijn. En Mariahout, moet je niet onderschatten het belang van zijn club en het belang ook van zijn vrijwilligers zoals jij bent. En weet je, ik zei al, hij is heel trouw, maar dat weet ik nog.
Godverdomme. En uit zo'n club, als meneer ook die, zo'n voetclub is erg belangrijk voor het dorp. Want in zo'n club, of de trainer is er niet, of de leider kan er niet, of er moet gescheidsrechter worden bij de jeugd, bij de volwassenen, dan doe jij dat. En dat is heel belangrijk dat er zo iemand is die dat altijd doet. Een beetje op de achtergrond misschien, maar je bent er altijd. Je doet het niet alleen bij de club. En je bent sinds 2005 ook al coördinator bij de jeugd. En dat betekent dat je ook af en toe de gesprekken met ouders, als ouders wel eens wat minder tevreden zijn, of de ontwikkeling van hun pupil, om het zo maar te zeggen. Dan moet ik ook weer een beetje downsize en zeggen, het komt allemaal wel goed en dat soort dingen. Daar ben jij erg goed in. Dat wordt heel erg gewaardeerd. En wij als college hebben onlangs ook besloten, en dat is een heel eenvoudig besluit, want die aanvraag die komt namelijk uit de vereniging zelf. En wie weet nou beter hoe belangrijk jij bent voor deze club als de mensen van de club zelf. Dus de mensen zelf van de club, die hebben ons gevraagd als college, zouden jullie ook die vrijwillige spelling zoals jullie die kennen, zou je die ook toe willen kennen aan Hans Aerts. En dat doen wij natuurlijk graag. Dus Hans, bij deze krijg ik jou de vrijwillige spelling van de gemeente Laarbeek uitreiken. Goed, dan heb ik voor jou hier deze penning. Deze penning hier, de vrijwillige spelling. Er staat achter jouw... jouw naam staat er achterop, dan weet ik ook dat hij van jou is. Ja. Je kunt hem ook nog ergens zo kijken, maar wat hij doet. Ja.